blestige kokzijdenaars. Toen ik vanmorgen wakker werd, vandaag woensdag op 1 april, dacht ik dat het allemaal misschien toch maar een april grap was, maar niks is minder waar. We blijven dus getroffen dus door de coronamaatregelen. Ik dank de kokzijdenaars omdat ze massaal en zeer punctueel de voorschriften van de social distancing goed opvolgen. Dat iedereen ook zoveel mogelijk thuis blijft. Dus daarmee gaan we dus de battle, de oorlog, winnen. We hebben de heel bemoedigende cijfers vanuit de kliniek van Veurne. Waar dat we zien dus dat we dus alles tot nu toe zeer rustig verloopt, zeer kalm verloopt. Daarom is het nu zeer belangrijk, met het oog op de paasvakantie, dat de tweede verblijver goed beseft dat ze nog altijd niet naar zee mogen komen, niet naar hun geliefkoosde tweede verblijf, dat in feite iedereen nog zeker deze inspanning moet volhouden, nu tot na de paasvakantie. Dus grote aandrang, we gaan ook extra controles doen, we gaan onverbiddelijk zijn, maar helaas moeten we zo optreden, dus de tweede verblijver mag nog altijd niet naar onze mooie gemeente Kokzijde komen. Hoe erg dat ook is, we hebben daar grip voor, maar we kunnen niet anders in het belang van de gezondheid van onze eigen mensen. We zijn allemaal spijtig dat we in feite de paasvakantie missen. Heel belangrijk normaal voor onze mensen hier, voor onze handel en wandel, voor onze horeca. De bloemenmarkt die niet doorgaat, het paasfeest. Heel spijtig, maar het is niet anders. We gaan ons dan des te meer erin smijten, dus een keer dat we dus weer volop onze activiteiten mogen starten. Wat hebben we tot nu toe gedaan? Wat dat betreft de afspraken met de kliniek van Veurne en het bijkliniekje en de pannen dat we dus opgericht hadden. De centra, dus de schakelzorgcentra, dat is intussen tijd voor een stuk overgenomen dus door de provincie. Maar we blijven deze troeven onverkort samen met de burgemeester van de Pannen van Niepoort achter de hand houden. Terduinen in Niepoort is uitgekozen geweest als schakelzorgcentrum. Daar zijn er 30, 40-tal bedden in gereedheid om eventueel hulp te kunnen bieden aan onze kliniek. We zijn heel gelukkig dat we dat voor het ogenblik allemaal nog niet nodig hebben en hopelijk gaan we het dus nooit nodig hebben. Wat dat betreft het asielcentrum, zijn we gegaan naar een soort lockdown light versie. In die zin dat we een beetje onder druk gezet werden om toch een versoepeling van het regime toe te passen. We hebben daarvoor samengezeten met de actoren onder de supervisie van de gouverneur van West-Vlaanderen, die daar een zeer goede rol in gespeeld heeft, om toch te kijken dat we kunnen bereiken wat we willen, namelijk dat er niemand meer binnen mag in het centrum, behalve uiteraard de bewoners en de mensen die daar werken. Heel belangrijk. Er stonden al 30, 40 klaar om bijkomen naar het centrum te komen, dus dat hebben we daardoor kunnen verhinderen door die lockdown. Moeten de mensen die het asielcentrum verlaten, zoals iedereen, zich houden aan de federale regels van essentiële verplaatsingen of, tenzij om een keer een luchtje te happen, volgens de strikte regels. We hebben ook gezorgd voor een voedselbedeling daar. En ook de mogelijkheid voor een boodschappendienst, dus dat wij met onze mensen en in afspraak met het centrum kunnen zorgen dat dus de boodschappen aan het centrum thuis gebracht worden. Mijn grote bezorgdheid gaat vooral uit naar die 140 kinderen die daar zitten, hoe dat we dus die ook kunnen eventueel helpen. Dagelijks hebben wij dus een crisiscel die om 10 uur via een videoconferentie met elkaar in contact komt, namelijk met de secretaris, met Siska Stocklink en Stefan Widogen en dan met Soetkin van het Sociaal Huis, waar dat we dus de belangrijkste punten die met de crisis te maken hebben bespreken. Daar wordt een verslag van opgestuurd naar de fracties en de raadsleden. En dan hebben we dus uiteraard nog onze schepencolleges, de maandag, ook allemaal via videoconferentie, ook thuis in zijn kot, hey, maar met de rechtstreekse verbinding, dat werd zeer goed, waar dat we dus de punten van het schepencollege behandelen. We hebben al vergaderingen gehad met onze fractieleiders, dus we zien dat we dus ook in goed contact blijven met onze mandatarissen.
Anderzijds hebben we dus ook toch een paar keer per week contact met onze korpschef, met de veiligheidscel, met de drie burgemeesters, dus de politiecel, de Pannekoekzijde en Nieuwpoort. We hebben dan ook regelmatig vergaderingen op het niveau met de gouverneur en met de burgemeesters. Dus dat draait ook zeer goed. En verder hebben we dus, gaan we meer en meer onze gewone vergaderingen opnieuw tot stand brengen, maar allemaal via videoconferentie. We danken ook onze ondernemers die nog open zijn en nog open mogen zijn. En we vragen ook om zoveel mogelijk lokaal te kopen, uiteraard. We zijn maatregelen aan het uitwerken ook voor de collega's die dus spijtig genoeg niet kunnen werken, die daar thuis hun kat zitten op te fretten. Dus om straks te kijken hoe we dus die mensen zeer doelgericht gaan kunnen helpen. Wij hebben een standpunt ingenomen om te temporiseren, om de maatregelen goed tegen het licht te houden en te kijken wat dan de beste maatregelen zijn die zeer doelgericht naar de verschillende sectoren van onze ondernemers hier in Kokzijde kunnen terechtkomen. Naast het bestaande ondernemersloket zijn we dus ook gestart met een ondernemerslijn, een rechtstreeks nummer die bemand is in de voormiddag en waar elke handelaar in Kokzijde, die werkt voor het ogenblik of niet werkt, rechtstreeks contact kan mee opnemen om zijn problemen eventueel te bespreken en te kijken hoe dat we kunnen meehelpen aan een oplossing. We hebben bijkomend als actie gevoerd dus van al de senioren boven de 80 jaar op te bellen. Het Sociaal Huis heeft daar een voortrekkende rol in gespeeld. Intussen hebben we dus een 2000-tal mensen opgebeld. 700 hebben we nog niet kunnen bereiken. De brandweermensen die voor de gemeente werken, zullen nu ook die 700 mensen een bezoekje brengen in uniform, zodanig dat het duidelijk is voor de mensen dat het dus iemand is die door de gemeente gestuurd wordt. Het is enkel en alleen voor te kijken of die mensen bijkomend contact willen. Van de 2000 mensen die we dus tot nu toe gecontacteerd hebben, vraagt 10% om opnieuw terug opgebeld te worden. Dus om de 2-3 dagen worden de mensen opnieuw opgebeld. En een heel klein percentage heeft dan ook zeer specifieke noden nog van huis-aan-huismaaltijden, van de boodschappendienst, dus waar dat we dan ook specifiek kunnen helpen. Ik bedank al de medewerkers van het Sociaal Huis, maar ook van onze gemeente, mensen die voor het ogenblik ingeschakeld worden voor een andere job dan. Dus die we ook heel mooi werk leveren. Ja, deze rare tijden zullen we bijna vergeten dat in feite officieel nu vrijdag de paasvakantie start. Dus dat de kinderen normaal van school terug naar huis komen, maar de meesten zijn eigenlijk al thuis. Ik ben heel blij dat de 5 scholen in samenspraak met de directeurs en met de bevoegde schepen akkoord gekomen zijn. In feite dus dezelfde service te blijven handhaven gedurende de vakantie tegenover de kinderen die dus moeten opgevangen worden. Namelijk de kinderen van de mensen die moeten werken en de kinderen van de mensen die dus in de zorg werken. Dat zal dus op dezelfde manier verlopen als dat nu het geval is. Dankzij de inzet van de leerkrachten die dat vrijwillig doen. En dankzij ook de inzet van onze monitoren die voorzien waren voor de speelpleinwerking gedurende dus de vakantie. Ook de kinderop, de BKO, blijft dus onverkort werken. We hebben ook een afspraak gemaakt met de KEI voor de mensen die daar werken. Dus dat we ook kunnen kijken om dus daar de mensen ook te helpen opvangen. Dus dat verloopt zeer goed. We zijn daar blij over. Iedereen heeft ondertussen ook vernomen dat spijtig genoeg de communievieringen afgeschaft zijn. Ook de humanistische viering, het lentefeest, allemaal dus voor het ogenblik afgeschaft. Dat is natuurlijk spijtig. Ik heb gisteren een telefoontje gehad met Hans de Vos. Ja, die mens is natuurlijk in zak en as. Dus voor het ogenblik wat dat de begrafenisdiensten betreft, kan hij dat niet meer organiseren zoals men gewoon is. Het is nu eigenlijk beperkt nog tot een dienst op het kerkhof zelf. Volgens strikte richtlijnen die dus afgesproken zijn met de begrafenisondernemers. Het is wel de bedoeling, en het is niet de bedoeling, het is ook vaststaand, dat de keer dat we dus opnieuw de diensten mogen organiseren met de mensen, met volk, dat we dan binnen de kortste keren
een herdenkingsmis zullen organiseren, zowel in Kokseide, in de Grote Kerk, als in de Sint-Niklaaskerk in Oostduinkerken. De pastoor blijft ook bereikbaar via dus de digitale kanalen en telefonisch. De mensen hebben er misschien al op gelet, maar sinds enkele dagen, om 8 uur, wordt na de klokslagen van 8 uur telkens een deuntje gespeeld. Dat is een soort Angelus deuntje, waar dat dus de bedoeling is om de mensen van de zorg en alle mensen die dus bezig zijn om iedereen te helpen en te dienen, een hart onder de riem te steken. Dat wordt genoemd de klokken van dank en hoop. Let er een keer op, iedere avond om 8 uur. Ja, iedereen is voor het ogenblik ook nu een huistuinier geworden. Iedereen is de grote kuis aan het onthuis. En een van de meest gestelde vragen is: waar kunnen we terecht met onze groenafval, met onze rommel? We zijn heel blij dat we dus vanaf 7 april opnieuw de containerparken open kunnen stellen. Volg heel goed onze richtlijnen daarover. We gaan zien dat dat ordelijk verloopt. Dus de richtlijnen gaan dus vanaf morgen op onze pagina's dus uitgebreid aan bod komen. Vooral respecteer daar de distantie, je hebt veel geduld. En de richtlijnen ook van de mensen die in het containerpark werken. Tot slot vraag ik me nog een keer met aandacht dat iedereen de goede moed erin houdt. Het geduld opbrengt, geduld moeten wij dus nu aan de dag leggen uiteraard en wachten. Ja, de meest gestelde vraag is misschien waar dat er niemand een antwoord op heeft voor het ogenblik. Wanneer zal het normaal leven hernemen? Ik denk dat niemand die glazen bol heeft. We zitten allemaal daarop te wachten. Nu dat het, laten we zeggen, het leven tot stilstand gekomen is, moeten we toch vaststellen hoe mooi dat onze gemeente is. Hoe aangenaam dat is om te gaan wandelen. Dat is dan toch een voordeel dat we dus hier hebben. Ik stel ook vast dat er veel mensen op Facebook opnieuw hun foto's publiceren. Dat is dus ook leuk. Iedereen denkt een keer terug, heeft een beetje tijd voor elkaar. En dat zijn dan misschien de goede facetten van het leven. En daarom houd goed de regels in acht. Een ketting is maar zo sterk als de zwakste schakel. Iedereen samen tegen de corona, topensterk en we komen er wel samen uit.